Als je gaat filmen met een EOS-camera, dan wordt het beeldkarakter van die video bepaald door de beeldstijl die je gebruikt. Net zoals je die beeldstellen invloed hebben op de kleuren en de scherpte en het contrast van je JPEG-foto's, zo is dat ook het geval wanneer je gaat video uh, opnemen, omdat een video eigenlijk niet meer is dan een heleboel JPEGjes achter elkaar. Goed, um, je kunt die beeldstijlen dus aanpassen. En in deze uh, clip laten we zien hoe het simpele veranderen van een beeldstijl of picture style het hele beeld anders laat, laat lijken. En uh, we laten vooral zogenaamde platte beeldstijlen zien. Want bij video kan het zo zijn dat je nog wat editing achteraf wil doen. En dan heb je het liefst dat er in de hooglichten en in de schaduwen nog wat detail zit. Ja, wat je nog kunt regelen ja, en moet het dus niet al te contrastrijk zijn vanaf het begin Hè, wanneer je gewoon uh, standaard videootjes schiet en je wil er verder niks meer aan doen dan uh, is dat contrast niet zo'n probleem maar ga je er nog iets aan bewerken ja, dan wil je toch liever met een wat platter profiel filmen goed um, nou, standaard staat een eos camera op de beeldstijl standaard en dan krijg je dit plaatje te zien ja, uh, overigens, alle foto's die je gaat zien, daar zijn de instellingen voor kleur, dus de witbalans, belichting en scherpte, zijn op de camera hetzelfde. Dus ik heb niks aan die camera van, ik heb alleen de beeldstijl veranderd. Goed, en we zien hier dus um, een plaatje met wat uh, hooglichten, dat hier rechts en hier die tekst achter, die sticker op die banaan en wat schaduwen, dat is een, een donkere deel, dat is hier vooral die, die, uh, dat cameraatje wat je links ziet. Goed. Um, wat we ook nog zien is, behalve het beeld, zie je rechtsbovenin het histogram wat bij uh, dit plaatje hoort. En je ziet bij een beeldstijl st standaard, ja, picturestijl standaard, is hij mooi gevuld van helemaal zwart tot helemaal wit. Uh, prima, maar goed, hier kun je leuke filmpjes mee maken, maar ga je het bewerken, dan kan er wel eens iets misgaan, want in de hooglichten zit niet zoveel meer en in de schaduwen is het al redelijk donker. Je kunt van een beeldstijl de, be de het contrast bijvoorbeeld verlagen. nou dat hebben we gedaan en wanneer je dat doet dit is dus zonder aanpassingen en hier hebben we het contrast verlaagd en let maar eens op die achtergrond die lijntjes hier die worden donkerder die 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 tekst wordt hier wat donkerder je ziet meer detail in het uh, in het stikkertje en ook de de donkerte de de zwartheid van die uh, van die camera die wordt minder zie je dus in wezen werkt als een soort shadows highlight de schaduw wordt wat lichter en de hooglichten worden wat donkerder. De kleur blijft redelijk goed behouden. Ja, ook kijk eens naar de glanspunten op die appel op die banaan. In principe is het al eigenlijk een, een hele goede setting om te gaan video. Dus wat je dan doet is je kiest uh, Picture Style of gebruiker 1. Picture Style als basis, uh, beeldstijl. En door de uh, detailinstellingen te wijzigen kun je het contrast terug op, op min 4 zetten volgens mij. Min 4. Uh, en dan komt er dus een veel platter plaatje uit. Hooglichten zijn wat beter bewaard. En in de schaduw zie je ook wat meer. Het plaatje kan wel een beetje minder aantrekkelijk worden. Goed, zeg je van, nou uh, we hebben ook nog de beeldstijl neutraal. En wanneer we die kiezen, dan zie je dit is de beeldstijl Standard zonder aanpassingen. En dit is de beeldstijl neutraal. Dan zie je dus ook al een kleine verbetering in die hooglichten. En ook die, die zwarte partijen worden wat minder, uh, minder donker. Uh, wanneer je nog even naar, naar de, de beeldstijlen kijkt, dit is, of naar de histogrammen kijkt, hier rechtsboven. Dit is beeldstijl van uh, standaard. En hier zie je beeldstijl van neutraal. Je ziet hoe minder contrast erin komt, hoe meer die, die curve in elkaar gedrukt wordt. Die curve wordt nog verder in elkaar gedrukt wanneer we bij neutraal. Het contrast wat verlagen. Dus dan zie je dat er nog meer detail terugkomt in de hooglichten. Dus dit is dus de neutraal beeldstijl niet aangepast. Maar hier hebben we het contrast nog wat verlaagd. Ja, en je ziet in de donkere partijen dat het nog wat lichter wordt. En je ziet het dus ook aan het histogram dat komt nog dichter bij elkaar. Goed, nou heeft, dat zijn de dingen die al op je camera zitten. Daar hoef je verder niks voor te doen. Je kunt van Canon ook, en dat staat in de linkje onder deze video... Um, verschillende beeldstellen, uh, picture style beeldstellen downloaden. En een van de is de Video X beeldstijl. Die hier maar eens gekozen. We gaan weer uit van onze standaard beeldstellen, die niet aangepast is. En dan zie je hier de beeldstijl Video X. En ja, ook daar zie je dus weer dat het contrast wat verminderd is. Ik vind de kleuren, die shiften wat. Hè. Kijk maar eens naar die banaan. Dit is een gele banaan. Ja, hier wordt hij toch uh, ja, wat, wat slechter van kleur. En dat betekent gewoon, ze dus trekken die hooglichten, maken ze donkerder en daar wordt die banaan ook donkerder. Nou, je ziet het ook aan het histogram, het contrast wordt uh, kleiner, want de, de pieken komen dichter bij elkaar te liggen. Goed, dan hebben we van derde, er zijn mensen die maken gewoon beeldstijlen voor video. Nou, uh, Martin Beek is, is zo iemand en die heeft een beeldstijl Marvel op de markt gebracht. Nou, wanneer je die kiest, uh, ziet het er wel leuk uit uh, in principe, want, want uh, dit is... De beeldstijl standaard. En wanneer je Marvel kiest, krijg je dit. Je ziet dat wordt een heel ja, egaal verlicht plaatje. Je ziet hier heel netjes dat hier die lijntjes goed terugkomen. Hè. Dat stickertje wordt ook duidelijk. En dat, ja, het, 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 het cameraatje neigt een beetje al naar grijs. Maar op zich zou je dit ook prima kunnen gebruiken. Dus die Marvel beeldstijl om, om te gaan filmen. En dat je daar niet veel meer aan hoeft te bewerken. Het komt al redelijk goed. Uit die kamer. Ik zou dezelfde de verzadiging misschien ietsje verhogen om die, om die banaan wat, wat frisser te krijgen. En ook die sinaasappel. Maar over het algemeen gaat het heel erg goed. Je ziet ook dat uh, het, uh, het histogram. En dit is dus standaard. En dit is Marvel. Het histogram komt duidelijk een stukje dichter naar elkaar toe. Prima beeldstijl. Um, kunnen we kijken naar... Uh, dat heet CinePlus. Die hebben een, een, een beeldstijl cinema uitgebracht. Wanneer je daarop klikt, ja, dan zie je weer iets anders. Uh, het wordt allemaal wat minder verzadigd. Nou, op zich is dat niet zo erg. Dat kun je redelijk makkelijk aanpassen. Maar het contrast wordt niet zoveel anders. Dus wanneer we even kijken, weer. dit is dan de, be de beeldstijl standaard. En dit is dan cinema. Ja, je zou bijna denken: het beeld wordt overigens geheel donkerder. Ja, met een iets lager contrast. Uh, nou. Het heeft een bepaald beeldkarakter. Uh, maar niet echt denk ik om, om het dit gaan te, verder te gaan bewerken. Wil je echt veel bewerken, ja, dan gaan we even terug naar de beeldstijl standaard. En let nu op wat er gebeurt. Dat is de, de beeldstijl scene style van Technicolor. En wanneer ik daar nu op klik. Ja, dat is, dat is echt ongelooflijk wat er, wat er ineens gebeurt. Hè? Dus dit is standaard. En met dezelfde camerainstellingen, alleen een andere beeldstijl, krijg je dit plaatje. En wanneer je bijvoorbeeld naar het, het uh, histogram kijkt, hè, dit is het histogram hier rechts van uh, standaard. Hè, helemaal uitgevuld van links naar rechts en kies je voor cinestyle, Ja, dan, dan heeft hij zelfs geen zwarte er meer in zitten. Hè, dat komt heel dicht bij elkaar te liggen. En um, van de ene kant is het een prachtige beeldstijl om nog aan te gaan bewerken, maar je moet het bewerken, want die camera is niet grijs. Ja, en, en ik maak me zorgen hier om die, die lettertjes naast in, in de achtergrond daar in die tekst. Dat wordt wel heel lelijk. Ik, wanneer je dat vergelijkt met Marvel. Bij Marvel blijft het nog redelijk mooi. Bij CineStyle ja, komen er wat, wat scherper uit. Het contrastverschil tussen de tekst en die witte pagina wordt wel heel hoog. Ja, en je zou misschien beter kunnen zeggen: Nou, dan kan ik nog beter de standaard beeldstijl kiezen. Maar met minder contrast. Dat ziet er dan nog mooier uit dan de cine want die achtergrond dat wordt uh, toch wel heel lelijk. Nou, uh, zo heb je dus uh, vers het verschil gezien tussen de verschillende beeldstijlen die je kunt toepassen wanneer je ja, foto's neemt, dus ook video. Hè? Um, en bij video is dat belangrijk, want je je kunt uh, maar weinig meer aanpassen in die video. Um, normaal gesproken staat die op standaard, zoals je nu ziet, maar je zou ook kunnen kiezen voor Marvel, hè? dat is een gratis beeldstijl die te downloaden is. Linkje zie je Ja. En anders kun je de beeldstijl standaard nemen, maar dan met een verlaagd contrast. En dan ziet het er eigenlijk ook al veel beter uit. Hoef je geen moeilijke dingen te doen, kun je meteen aan de slag met, uh, met je videoopnames. Dus tot zover de invloed van de beeldstijl op de beeldkarakter van je videoopnames.